We staan hier bij het Irenehuis met Rick van de Groene Muggen. Rick, wat gaan we vandaag doen? Ja, wij gaan vanmorgen met de bewoners, 6 bewoners van het Irenehuis, de stad in. En de bedoeling is dat we een bezoek brengen aan een aantal ondernemers in de stad. We gaan daar een kopje koffie drinken. Kortom, we maken er een hele genoeglijke ochtend van. We zijn nu bij Houtman Mannenmode. Dat is natuurlijk bij uitstek geschikt om voor deze mensen ook even te kijken wat de nieuwste mode is. Hierna gaan we naar boekhandel Riemer Bart. Dat is hier om de hoek. Om daar even te kijken van wat er aan de nieuwe, hoe de nieuwe boekencollectie eruit ziet. En daarna brengen we ze weer terug naar het Irenehuis. Zodat ze om 11:30, 11:45 daar weer aan de lunch kunnen deelnemen. Ik vind het heel belangrijk dat zoiets georganiseerd wordt voor ouderen. Helemaal in het kader van eenzaamheid tegenwoordig. En iemand mee moet, die heeft vaak niet zoveel tijd om even ontspannen met die mensen naar buiten te gaan. Dus ik vind het heel belangrijk en ik zie ook hoe ze genieten daarvan. Dus dat is gewoon heel mooi. Hoe verliep deze dag of ochtend? Ja, heel mooi. We zijn vanmorgen om 9:00 zijn we begonnen in het Irenehuis. Het is inmiddels 11:30. We zijn met deze groep van 6 bewoners van het Irenehuis op bezoek geweest bij Houtman Mode. We zijn op bezoek geweest bij boekhandel Riemer Bart, waar we buitengewoon plezierig ontvangen zijn. Daarna bij de brasserie en hier bij Jaap de Boer nog een kopje koffie toe. En hier vandaan gaan we de bewoners weer terugbrengen, zodat ze tijdig aanwezig zijn voor de lunch. Dus wat dat betreft een hartstikke mooi en leuk einde aan deze genoeglijke ochtend met de Groene Muggen. Dankjewel. Graag gedaan.